De Dutch Blues Hall of Fame begint aardig vol te raken. Maar vanavond gaan we nog iemand de eer gunnen om in die Hall of Fame plaats te nemen. Ook een man die de sporen al ja, ruimschoots verdiend heeft. Hij is niet zo vreselijk actief meer de laatste jaren. Maar ja, het blijft toch wel een grootheid. Zijn Gibson gitaargeluid is ja, wereldberoemd in heel Nederland. En wij gaan weer iemand in die Dutch Blues Hall of Fame zetten. En dat is niemand minder dan Eelco Gellink, vrienden en vriendinnen. Ja, en iemand die QB and the Blizzards zegt, die zegt ook Eelco Gellink, maar die zegt ook in één adem weer diezelfde Johan Derksen. Johan. Ja, Eelco en ik hebben heel veel gemeen. Als qua jongen, ik kom uit de omgeving van Nijmegen eigenlijk, maar mijn vader was bij de politie en toen verhuisden we, want hij werd overgeplaatst naar Drenthe. Daar hadden ze een raar accent en ik vond dat niet leuk natuurlijk, maar een collega van mijn vader was de opperwachtmeester Gelling, want Eelco zijn vader, die was ook bij de politie. En die had een bandje en toen hebben die twee zoontjes van politieagenten, die hebben in de jaren 60 werkelijk alles gedaan wat onze lieve heer verboden heeft, dus... We hebben al een lange historie en er was een hele strenge adjudant in Assen die altijd achter ons aan zat. Die heette Piet Kinkel, maar de goede man wist niet dat zowel Eelco als ik zijn dochter neukte. Maar we hebben daar een kostelijke tijd gehad in Assen, mag ik maar zeggen. Hier is Eelco en als er nou één man recht heeft om in de blues, de Dutch Blues Hall of Fame te komen, is het Eelco Gellink wel. Wij werden in Drenthe een beetje opgevoed met een minderwaardigheidscomplex tot Eelco Gellink heel Nederland veroverde. En hij werd een soort held van ons. Wij hadden altijd een soort iets van in Zwolle over de brug, daar begint het echte leven. Eelco heeft aangetoond dat we in Drenthe wel degelijk wat konden, want hij speelde al die gitaristen uit het westen van het toneel. En ik vind nog steeds zijn gitaarsolo of Somebody Will Know Someday de allermooiste solo die ooit in Nederland op de plaat gezet is. En dat zal nooit geëvenaard worden. En nu ik toch bezig ben met Eelco. Hij stond natuurlijk ook aan de basis van het legendarische album Groeten uit Grollo. En dat album dat had goud verdiend in die jaren. Maar Muske en Gellink hadden natuurlijk ruzie met de platenmaatschappij. En die gouden plaat hebben ze nooit gekregen. Ik heb gelukkig Harry vlak voor zijn dood nog de gouden plaat kunnen overhandigen. Want de nieuwe platenmaatschappij die de rechten overgenomen heeft, Universal, zei... als één band recht had op een gouden plaat voor Groeten uit Grollo, dan was het QB wel. En Eelco is niet de makkelijkste man om afspraken mee te maken, maar het leek me vanavond een heel gepast moment om hem die gouden plaat alsnog te overhandigen van Groeten uit Grollo, waar hij jaren op heeft moeten wachten, maar die wel heel erg verdiend is. En uiteraard ook de bokaal die erbij hoort. Iedere top bluesmuzikant in Nederland die heeft dit beeldje op de schoorsteenmantel staan. Dus dan moet Gellink er ook één hebben. En we moeten even poseren voor de fotograaf, Eelco. En als Gellink een gitaar in zijn hand heeft, dan moeten we hem alle ruimte geven, vind ik. De prijzen wachten op hem. Geeft u hem nogmaals een waanzinnig applaus. Eelco Gellink.